staan hier op de hoek van de Sluitersveldsingel, Kolthofsingel en de Friesveenseweg. Ja. En we staan hier bij de slimme stoplichten. Wat is de aanleiding dat die hier geplaatst zijn? De aanleiding is dat we het verkeer in de stad beter op elkaar willen afstemmen. Vrachtwagens rijden hier op de singel. En wat je eigenlijk wil hebben op den duur is een soort groene golf. Dus dat mensen, automobilisten, maar ook vrachtwagenchauffeurs sneller kunnen doorrijden. En dat is beter voor het milieu. De techniek is als volgt. De camera's zijn gemonteerd boven de stoplichten. En die werken op infrarood, dus op herkenning van warmtebeelden. Op het moment dat ze dat aanzien komen, dan kan daarop ingespeeld worden. En wordt er via berekeningen, in die kleine computertjes zijn dat dan, worden berekeningen gemaakt van wat is nou handig om welk stoplicht op dat moment groen te geven. Dus het is op elkaar afgestemd. Het is het eerste kruispunt wat nu op die manier is aangelegd. Hiernaast is het kruispunt met Verrechter en Limpurgsingel. Daar gaan we ook bezig. En zo proberen we samen met de provincie Overijssel, die dit mede subsidieert, proberen we een keten van slimme stoplichten te krijgen. Als dit het enige kruispunt is waar slimme stoplichten staan, dan schiet dat natuurlijk niet voor de andere kruispunten op. Nee, dat klopt. En daarom gaan we ook 15 kruispunten op dezezelfde manier aan elkaar schakelen. Zodat die kruispunten en die stoplichten ook met elkaar communiceren. Dus die praten met elkaar. Dus als ze ergens veel drukte zien en die verkeersbeweging gaat een bepaalde kant op, dan kan het andere kruispunt daar rekening mee houden, zodat je een vlotte doorstroom krijgt. Kunt u het verschil uitleggen tussen de groene golf en deze met elkaar communicerende stoplichten? Ja, die communicerende stoplichten, kijk, niet iedereen krijgt tegelijkertijd groen. Daar zijn de kruispunten gewoon te druk voor. Maar als wij, en die stoplichten, als die veel verkeer zien aankomen, en ook met name vrachtverkeer, dan betekent dat dat voorrang krijgt, omdat dat grote milieuvervuilers zijn. En we willen juist voorkomen dat die veel moeten afremmen en optrekken, want dat is niet goed voor het milieu. Wanneer zijn alle stoplichten klaar? Op alle kruispunten? Nou, dat duurt even. Daar hebben we een paar jaar de tijd voor nodig. Het gaat elke keer pakken we er eentje als een stoplicht, een groot stoplicht op de singel aan onderhoud toe is. Dan gaan we daar mee bezig en zorgen we dat die keurige cameraatjes erop komen te staan. En uiteindelijk wordt dat een aaneengeschakeld lint van 15 stoplichten. Wat bent u hier aan het doen? Ik ben de anti-graffiti coating aan het aanbrengen. En met welk materiaal doet u dat? Dat is speciaal ontworpen milieuvriendelijke coating van gevelmeesters. Wat is het effect van dit materiaal? Op het moment dat er nu een graffiti op komt, dan krijgen wij hem een stuk makkelijker af. En dat kunnen wij doen door alleen warm water te gebruiken. En dit middel heeft zich in de praktijk bewezen? Ja. Wij hebben, ik meen niet, van 35 jaar ervaring, dus dit doen we dagelijks. Okay. En is dat door heel Nederland? Ja, wij werken door heel Nederland en België. We hebben hier al het onderhoud van een tunnel of 3-4. En we zijn nog bezig met 6 andere tunnels volgens mij. Het lijkt heel erg op behangselplak. Een soort van zetmeelbasis. Wie heeft het eigenlijk uitgevonden? Dat is de heer Nuis, de oude baas van gevelmeesters. En die heeft ontdekt dat het een goed werkend, milieuvriendelijke manier is om graffiti te weren van muren. Ja, dat klopt helemaal. Als ik er nou morgen flink wat op ga spuiten, wat gebeurt er dan? Dan belt de gemeente, die belt ons en dan komen wij het verwijderen met warm water onder gepaste druk. Okay. En dat werkt goed? Ja, dat werkt perfect. En daarna zetten wij weer een herstellaag op. Dus dan is hij weer beschermd. Na de sfeerverhogende actie van de Hortensia's zien we nu in de Kop van Zuid allemaal lampenkappen hangen. Hoe is deze actie tot stand gekomen?
We hebben een gezamenlijke winkeliersvereniging en daar gaan we regelmatig bij elkaar zitten om wat ideeën te sparren. En zo is dit uiteindelijk ontstaan. We hebben ooit ook al eens een keer allemaal parapluën opgehangen. Dat was een paar jaar terug en nu hadden we bedacht om wat anders te gaan doen. En zo zijn we uiteindelijk bij lampenkappen terechtgekomen. Wat vindt u van de sfeeractie van de winkeliersvereniging Grote Straat Zuid om lampenkappen op te hangen? Ik vind het wel een leuke actie. Ik heb het nog niet eerder gezien. Het is heel sfeervol, heel huiselijk. Ja, zeker. U komt van buiten Almelo. Ja. Ziet u dit vaker? Nee, ik heb het nog niet eerder gezien. Daarom, ik vind het wel leuk, ja. Bent u het alles vaker tegengekomen? Nee, ik heb het nog niet eerder gezien. Nee, zeker niet. Geen gebrek aan ideeën op de Kop van Zuid? Nou, soms is het best lastig om wat te bedenken, inderdaad. Maar er staan best nog wat dingen in het verschiet. Mm-hmm. Ja. Hoe reageren de mensen op deze actie? Positief. Wordt inderdaad leuk op gereageerd. En mensen inderdaad allemaal naar boven staan te kijken van, hé, wat is dat? Zeker toen we het gingen ophangen van, waar is dat voor? Maar het is inderdaad gewoon puur bedoeld om de straat wat op te fleuren. Dan zien de lampenkappen er nieuw uit, klopt dat? Het zijn inderdaad allemaal nieuwe lampenkappen, inderdaad. Ja. Hoe bent u bij deze lampenkappen gekomen? Ik heb een aantal leveranciers van ons opgebeld. En daar hebben we een grote partij lampenkappen opgekocht. Nou is de R in de maand en we gaan zo heel langzamerhand richting de feestdagen. Liggen of zitten er nog sfeeracties in het verschiet? We zijn nog steeds inderdaad weer acties aan het bedenken, maar daar gaan we verder ook nog niks over loslaten. U houdt de spanning er nog even in? Ja, inderdaad. Ja. De werkzaamheden aan de bruggen in de Van Rechteren Limburgsingel zijn in volle gang. Het blijkt dat het hard nodig was, want nu het wegdijk is verwijderd, is te zien dat een deel van de ijzeren bewapening verroest is. En dat zou op den duur gevaar kunnen opleveren. Naar verwachting gaat de brug pas in november weer open. Ja, dat kan ik inderdaad, ja. Het is het 12e jaar dat we daar naartoe gaan. Voor de stichting Veteranen Actief. Veteranen Actief, dat is een stichting die een platform biedt aan militairen en oud-militairen met ervaring in oorlogs- en rampgebieden. De kennis en de kracht van die veteranen wil men bundelen en daarna teruggaan naar die gebieden om samen met de lokale bevolking daar te werken aan wederopbouwprojecten. Dat is eigenlijk het doel van Veteranen Actief. Verder biedt Veteranen Actief ook tegelijk een mogelijkheid aan veteranen om weer terug te gaan naar die gebieden. Tijdens de uitzending kon men heel vaak niets betekenen voor die mensen. Omdat men dus gewoon andere opdrachten daar had. En dat gaf voor een hoop veteranen toch wel een onbevredigend gevoel. Nou, wij gaan dit jaar gaan we een schooltje in een bergdorpje gaan we opknappen. In de plaats Vlaovici. Dat is een heel klein dorpje in het gebied waar ik zelf op uitzending ben geweest. In de buurt van Novi Travnik. Dat is een schooltje waar wij dit jaar een aantal zaken gaan opknappen samen met lokale organisaties. En wat wij daar gaan doen, wij gaan dus beneden onder de school een gymzaal maken met wanden, een systeemplafond, ledverlichting, een laminaatvloer erin. Ja, hoe ervaart hij dat? Nou ja, die staan er altijd versteld van als ze horen dat wij dus alles zelf bekostigen. Onze reis- en verblijfskosten bekostigen we zelf. Wij financieren de klus zelf. Je moet dan denken aan een klus van zo rond de 10.000 euro. Dat proberen we allemaal bij elkaar te krijgen door middel van sponsoring, vrienden, familie, kennissen. Het geld wat wij dus ophalen voor die klus wordt daar besteed aan materialen. Dus de kunststofkozijnen worden daar gekocht. De laminaatvloer, de verf, noem maar op, systeemplan, alles wordt daar gekocht.
Dit beeld uit 1977 staat op de fontein op de hoek van de Kerkstraat en de Grote Straat. Willy Albers Pistorius Fokkemans staat bekend om bronzen beeldhouwwerken van kinderen en dieren. Het idee en initiatief kwam van voormalig burgemeester Schneiders.